De politie van het resort Gersvliet kreeg zondagochtend een melding dat er een lijk van een Creoolse man langs de Francia Gomesstraat is aangetroffen. Het voorlopige onderzoek wijst uit dat er sprake is van een misdrijf. Het lijk vertoont 3 schotverwondingen in de buikstreek en de rug. Aan de hand van de kleding die de man aanhad, heeft de politie een vermoeden dat het gaat om Jérôme Monsels. Volgens getuigen is Jérôme vrijdag in dezelfde kleding voor het laatst gezien. Het lijk is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie. Het motief van het misdrijf is vooralsnog onbekend. Het onderzoek is overgedragen aan de afdeling Capitale Delicten. De politie van Leiden kreeg via de centrale meldkamer melding dat een mobiele telefoon was ontploft in het gezicht van een jongen. Ter plaatse aangekomen merkten de wetsdienaren op dat er niets met een mobiele telefoon aan de hand was, maar dat het ging om een seinpistool dat ontploft was. Een seinpistool wordt door jagers en vissers gebruikt om noodsignalen uit te sturen als zij in problemen verkeren. Een 12-jarige jongen heeft daarbij brandwonden opgelopen. Het vermoeden bestaat dat hij met dit apparaat speelde toen het plotseling ontplofte. Een mand met kleren in de kamer vatte vlam, waardoor een rookontwikkeling in de kamer ontstond. De familie greep in en kon erger voorkomen. De grootmoeder van het slachtoffer zei tegen de politie dat haar partner visser was en dat het seinpistool aan hem toebehoort. Per ontboden ambulance is de jongen voor medische hulp naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis vervoerd. De 54-jarige Gerald Louis is zondagochtend aangehouden door het regio bijstand Team Paramaribo. De verdachte bevond zich in een casino. Louis werd op last van de procureur-generaal van de Republiek Suriname opgespoord. Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan verduistering van een geldsbedrag van 51.000 euro. Gerald was incassoloper van de Cambio Durga. Na zijn aanhouding is hij overgedragen aan de afdeling Capitale Delicten. Op zijn aanwijzing heeft de politie 30.000 euro teruggevonden en in beslag genomen. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is Louis achter slot en grendel geplaatst.